Deze highlights worden u aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Rashford de eerste keer, de sleep. Rashford, vindt hij ook het gaatje? Nee, afgeblokt. Uiteindelijk nog Pogba, die schiet niet. McTominay wel, en dan gaat die bal binnen. Nee, tegen de paal. Zapata, de Colombiaan, ja, bracht hem niet voor en daar was wel een mogelijkheid. Nog Ilicic, en de goal. De goal van Josip Ilicic. Iedereen recht op de bank hier in het Atleti Azzurri d'Italia. Het antwoord van Ronaldo als hij die bal kan bereiken. Musso, die in botsing komt met Cristiano Ronaldo. Dan brengt hem goed voor. En Shaw op het dak van het doel. Samenspel met Bruno Fernandes. De voorzet richting Ronaldo. Ik denk niet dat het echt bedoeld was voor de man in de eerste zone. Maar Cristiano Ronaldo, ja, heeft ook genoeg aan halve kans om daar een prooi van te maken. Dat valt misschien mee voor Zapata. En dan nog de terugkeer van Eric Bailly. En hier is Bruno Fernandes. De aflegger is heerlijk. De aflegger is heerlijk. En 1-1. Het was Guti-achtig van Bruno Fernandes. Maar ze kunnen misschien opnieuw op voorsprong komen. Hier met Zappacosta. En Bruno Fernandes, de man van de geniale assist. Hier is Ronaldo met een klein cadeautje. En dan Bruno Fernandes. Ook niet in twee tijden. Musso ging wel naar de juiste hoek, leek het. Dit is gestructureerd wel. Zapata, Zapata scoort! Buitenspel. En de vlag de lucht in. No offside. No offside, toch goal. Aha. En de blijdschap. Voetballen, Cavani balverlies, Melen, Zapata, oeh, bijna de on goal. Moet ik maar wel nog een kans. Was het weer Zapata? Duvan Zapata, ja, waarom niet? Oeh. Waar haalt hij de kracht, Duvan Zapata? Vijf minuten tellen we erbij. Hier komt de vrije trap van Shaw. Maguire was daar en dan nog Sancho. Brengt hem voor, niet de juiste keuze. 5 minuten di recupero. En die bal opnieuw in de voeten van Ronaldo. Dat is nooit een goed idee. Oef, Zapata. En dan gaan ze daar aan het klungelen. Ronaldo! Oh, hij doet het opnieuw. Hij doet het opnieuw. En dit kan Atalanta zichzelf toch een beetje aanwrijven, want wat kregen ze die bal daar maar niet weg. En ze hebben 3-4 goede kansen gehad om de bal te ontzetten. En de man die het hardste aandringt, die scoort opnieuw.
En daar is nog opnieuw Manchester United. Net was Donny van den Beek. Vintage maakt er een einde aan. We hebben vintage Cristiano Ronaldo gezien. Ja. Met een doelpunt in de 91ste minuut. Een volley op assist van Greenwood. Deze highlights werden nu aangeboden door Takeaway.com en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.